Welkom beste leerkracht. Ik ben Frederik Imbo en naast mij staat Nathalie van Uitgeverij Die Keuren. Dag Nathalie. Dag Frederik. Heb je er zin in om leerkrachten vandaag van alles bij te brengen? Absoluut, daarvoor zijn we hier. Heel goed. In dit webinar beste leerkracht laten we jou vandaag kennis maken met de nieuwe methodes van Max Natuur en Max Ruimte voor de B-stroom. Nathalie, ik heb het toch juist dat Max de overkoepelende naam is voor alle uitgaven van de B-stroom en de arbeidsmarktfinaliteit? Dat klopt inderdaad. Uitgeverij Die Keuren heeft met Max een nieuw en fris concept uitgewerkt voor de B-stroom en arbeidsmarktfinaliteit. Mm-hmm. Onder Max valt dus een heel ruim aanbod, waaronder natuur en ruimte, dat we vandaag gaan bekijken. Mm-hmm. Maar daarnaast hebben we ook nog MAVO, wiskunde, Nederlands, Frans, Engels en zelfs Duits. Deze doelgroep van leerlingen hebben nood aan een duidelijke structuur en zijn ook gebaat met eenvoud en eenduidigheid. Wat duidelijk te merken is aan de rustige layout en formulering van de opdrachten. Goed, we gaan het nu hebben over de concrete materialen, de opbouw, ja, de visie en ook de samenhang tussen papier en digitaal. Ja. Right? Laten we daar misschien mee beginnen, hè? Het papieren gedeelte, de gedrukte boekjes liggen hier voor ons. De modules, zoals we ze noemen. Mm-hmm. Ja? Zien er in elk geval fris uit, uniek uit. Ja, het gaat duidelijk niet over een klassiek leerwerkboek zoals vroeger. Nee, dat heb je heel goed gezien, Frederik. Zowel voor Max Natuur als Max Ruimte is de methode modulair opgebouwd. Mm-hmm. Dus inderdaad, geen dik boek, maar aparte modules. Handig. Ja, dus we werken in modules, dat heeft meerdere voordelen. Elke module is volledig uitgewerkt rond een bepaald onderwerp. Bijvoorbeeld bij Max Natuur het ademhalingsstelsel of bijvoorbeeld bij Max Ruimte een volledige module rond weer en klimaat. Een module vormt zo een afgeleid geheel. Handig. Ja. Ja. Werken met losse modules is ook motiverender en verfrissender voor de leerlingen. Dus bij aanvang van een nieuw thema starten ze met een nieuw module, een nieuw proper boekje. Komt mee naar school. Hè. Een bijkomend voordeel is dat de modules voorzien zijn van oognietjes, waardoor je ook kan opteren om ze dan nadien allemaal in een ringmap te gaan stoppen. Handig. Los van het praktische voordeel is er ook nog een ander voordeel bij Max Ruimte. Hè? Ja. Het is namelijk heel flexibel inzetbaar over de graad heen. Tenminste, heb je mij zo'n beetje verteld in het voorgesprek. Ja, dat klopt. We merken dat er in de scholen op een heel diverse manier wordt omgegaan met het vak ruimte. Dus Max Ruimte voor de B-stroom bestaat uit twee sets van telkens twee modules. Dus vier modules in totaal. Mm-hmm. Waardoor de scholen de methode zeer flexibel kunnen inzetten. Daarmee bedoelen we, sommige scholen gaan bijvoorbeeld enkel in het eerste jaar ruimte op het programma bestaan en kunnen dus beide sets, dus die vier modules, in het eerste jaar realiseren. Andere scholen verspreiden het dan weer wat meer, hè, en die gaan dan zeggen, maar we doen één set in het eerste en één set in het tweede. Ja. Dus dat de vier moduletjes verspreid worden over twee jaar, ja, of alles in het eerste. Ik kan me voorstellen dat de leerkrachten ook wel eens willen weten wat dan die onderwerpen zijn van de lessen in de eerste graad. Oké. Wel, voor Max Natuur 1b bestaat het vijf modules. Dat resulteert in de volgende thema's. Iedereen wetenschappers, biodiversiteit, het ademhalingsstelsel, energie en het spijsverteringsstelsel. Max Natuur 2b bestaat uit de volgende vier modules. Materie en kracht, het uitscheidingsstelsel, het transportstelsel en de voortplanting. En zoals eerder verteld, bestaat Max Ruimte uit twee sets van twee modules. En dat zijn dus de volgende thema's geworden. Wegwijzer, gaat over oriëntatie. Het landschap lezen. Een spannende planeet. En eentje over weer en klimaat. Nieuwsgierig als ik ben, Nathalie. Ben ik al eens aan het bladeren hier door zo'n module van Max Natuur. Ja. Ja, het valt me daarbij op dat in deze methode natuurwetenschappen dat er heel wat proefjes zijn opgenomen. Ja. Ja, experimenten dus. Ja. Ja, die maken het waarschijnlijk extra uitdagend en ook dus motiverend voor de leerlingen. Ja. Ik vind het altijd leuk, hè, proefjes doen en experimenten. Ja, dat is zo lekker praktisch meteen aan de slag. Voilà, gaan, klopt. Ja. Wel, in Max Natuur wordt kennis inderdaad opgebouwd vanuit
de wetenschappelijke onderzoeksmethode. Dus de leerlingen gaan daarmee zelf aan de slag. Trouwens, het uitvoeren van de experimenten hebben we bewust heel laagdrempelig gehouden door onder andere materiaal te selecteren die je gemakkelijk kan vinden in je directe omgeving. Dus het is ook niet de bedoeling om de leerkracht of de school op kosten te jagen of het zo ingewikkeld te maken dat je zegt, laat dat proefje maar. Nee, het is echt wel met huistuin en keukenmateriaal dat we aan de slag kunnen. Experimenten gebeuren steeds volgens een vaste structuur die ook heel herkenbaar is. Oriëntatie, voorbereiding, uitvoering en reflectie. Via de experimenten leren de kinderen abstracte concepten beter te begrijpen. Nathalie, laten we er meteen eens een willekeurige module bij nemen. Klopt het dat de opbouw van de module gelijklopend is met de opbouw van een andere max-uitgave en daardoor voor de leerling herkenbaar gestructureerd is? Ja, het is fijn dat je dat opmerkt. Dat het al heel gelijklopend is met de andere max-uitgaven. Net zoals bij de andere max-uitgaven zorgen we bij aanvang voor een motiverende activiteit en proberen we bij een vak als natuurwetenschappen een actief te betrekken. Bij Max Natuur noemen we deze inleiding een kick-off. Kick-off, goed gevonden. Kick-off. Meteen hip, meteen actie gedreven. Aansluitend op deze kick-off worden korte blokjes theorie aangeboden die onmiddellijk verwerkt worden door verwerkingsopdrachten die daarop volgen. Daarnaast zijn er boeiende experimenten, maar ook geïntegreerde ICT-oefeningen. En dan hebben we ook nog eens het WOW-aanbod. En in het WOW-aanbod ga je vooral leuke oefeningen vinden om de aangeleerde natuurwetenschappelijke begrippen verder in te oefenen, maar ook soms te verdiepen op een speelse manier. Het afsluiten van een module van zo'n boekje doen we steeds met een vaste rubriek, de finale. Dit is een functionele opdracht. Deze opdracht zorgt enerzijds voor een synthese over al datgene wat ze geleerd en geoefend hebben in de module en anderzijds realiseren de leerlingen een betekenisvolle doe-opdracht. Dus eigenlijk echt een transferopdracht die die finale betekent. Ja. Nu, Nathalie, kan mij inbeelden dat jullie bij die keuren goed nagedacht hebben over een uitgekiende didactiek. Kan je enkele van die didactische highlights uitlichten uit Max Natuur? Ja, zeker. De modules hebben een vaste volgorde en bouwen telkens verder op eerder verworven kennis en vaardigheden. Dankzij die spiraalaanpak herhalen de leerlingen automatisch de leerstof en kan de leerkracht ook vroeger gaan bijsturen, gaan remediëren, gaan differentiëren eigenlijk. Ja, ik vond, om eerlijk te zijn, natuur. Oh, ik vond het echt een saai vak vroeger. Moest je altijd alles opschrijven? Is dat altijd zo het geval? Ik hoop van niet. Nee, uiteraard moeten de leerlingen wel een beetje schrijven om ergens een kapstok te kunnen maken. Maar bij Max Natuur gaan we eigenlijk enkel gaan schrijven als het bijdraagt tot de verwerking van de leerstof. Hè? Dus die kostbare tijd, want schrijven kost veel tijd. Hè? Ja. Die kostbare tijd die gaan we anders gebruiken dan te pennen, hè? Om volledig mee te kunnen gaan redeneren, te discussiëren, te argumenteren. We noemen dat eigenlijk functioneel schrijven. Dus van het moment dat bijdraagt aan het leerproces, gaan ze wel iets moeten opschrijven, maar de andere tijd investeren we eigenlijk liever om mee na te denken. Ja. Verder hechten we doorheen de methode ook veel belang aan het wetenschappelijke en aan de vaktaal. Deze woorden staan vetgedrukt of in een tekstballon. En indien relevant, worden ze ook opgenomen in een korte woordenlijst op de backcover. Laten we eens kijken. Ja, ik zie hier de woordenlijst. Maar hier staat er ook nog, ik kan. Zijn dat leerdoelen? Eigenlijk wel. Het zijn leerdoelen geformuleerd op maat van de leerlingen. En op het einde van zo'n module volgt er vaak een evaluatie. En op die manier kunnen leerlingen eigenlijk aftoetsen van oké, heb ik begrepen wat hier in aanbod is gekomen. Ja. Voor hen formuleren we heel duidelijk wat de leerling moet kennen en kunnen uit deze module. Nathalie, ik hoorde jou bij de voorbereiding, we hebben een gesprek gehad, hè? Ook het belang opmerken van eenvoud en eenduidigheid. Zijn dat ook didactische keuzes? Ja, natuurlijk. Zo is dat. Wanneer we bladeren doorheen de modules, dan merk je dat we opteren voor korte formulering van de opgaves. Kort en bondig. Ook zal je zien dat we kiezen voor een rustige bladspiegel met een functioneel gebruik van kleuren. Dus we werken niet meer met zwart-wit boekjes, maar we vinden het wel leuk om kleuren te gebruiken. Maar
soberheid overheerst. Hè. Wanneer de leerlingen al werken met andere maxuitgaven, dan gaan ze ook wel bepaalde pictogrammen gaan herkennen. Ik geef je graag een voorbeeldje. De theorie wordt telkens samengevat in een vastzettingskader. En dan staat er ook steeds, dat staat altijd op de gele achtergrond, en daarnaast het pictogrammetje van een slot. Dat is heel herkenbaar voor alle max-methodes. Ja, en zo springt het meteen ook in het oog. Hè? Ja. Ja. Nu, Nathalie, daarnet gaf je ons ook al een inkijk in de thema's waaruit Max Ruimte bestaat. Ja. Welke doelen hebben de auteurs precies opgenomen in Max Ruimte? Ja, in Max Ruimte leren de leerlingen om op een specifieke manier naar de omgeving te kijken en er vooral verantwoord mee om te gaan. Hmm. Verder laten we leerlingen ook inzicht krijgen in wetenschappelijke en maatschappelijke thema's. Op die manier ontwikkelen ze het vermogen om doordachte en verantwoorde keuzes te maken in een duurzame samenleving. Ja, nu ruimte en natuur zijn beide wetenschapsvakken. Ja. Leunt de opbouw van beide modules ook bij elkaar aan? Zijn er parallellen? Ja. Zo is dat. De modules van Max Ruimte hebben een identieke opbouw met de modules van Max Natuur. Ook bij Max Ruimte starten de modules met een kick-off, waarna een middengedeelte, in het middengedeelte gaan focussen op nieuwe leerinhouden die ingeoefend worden. En eindigen doen we daar ook met een finale waarbij aandacht is voor synthese en die transferopdracht. Dus identiek. Nathalie, kan je de leerkrachten die kijken nu al een klein beetje een timing geven waarop alle modules zullen beschikbaar zijn? Ja, dus Max Natuur 1b is verschenen sinds september 2023. Met andere woorden, daarmee zijn ze al aan de slag. Mm-hmm. Max Natuur 2b is er tegen september 2024. En voor Max Ruimte zal sowieso set 1 als set 2 beschikbaar zijn tegen volgend schooljaar, dus ook september 2024. Mm-hmm. Mm-hmm. Dus de leerkrachten kunnen al meteen gebruik maken van die flexibiliteit. Dat is de max, hè? Ja. Ja, om een woordspelletje te hanteren. Nu, ik heb begrepen dat Max Natuur en Max Ruimte net als alle andere max-uitgaves, blended methodes zijn. Mm-hmm. En dan zitten we bij polpo.be. Ja, dat is het digitale platform, ja, hè, waar zowel leerlingen als leerkrachten terecht kunnen. Wat mogen ze verwachten op polpo.be? Ja, veel. Goed zo. Alles staat op polpo. Alles staat op polpo. Dus overlopend is. Ja, hier op papier heb je dus eigenlijk je werkboekje. Mm-hmm. Verder op polpo, voor de leerkrachten, ga je ondersteuning vinden bij onder andere het lerarendossier, dus de handleiding, waarin tal van interessante lessuggesties zijn opgenomen. Mm-hmm. Een jaarplan geeft je dan weer een duidelijk zicht over de spreiding van de leerplandoelen en de minimumdoelen. De leerkracht heeft ook de kans om correctiesleutels, dus de correctiesleutel, de ingevulde versie van het boekje, staat ook op polpo en kan ook gedeeld worden met de leerlingen. Altijd handig bij de examens of toetsen dat ze de juiste versie, de juiste antwoorden hebben. Mm-hmm. Er zijn ook evaluatiedocumenten met modelvragen per module voorhanden. Dat is allemaal opgenomen in een Word-document, dus daar kan je ook nog als leerkracht wat mee spelen en aanpassen. En de leerlingen kunnen ook hun ei kwijt op polpo. Er staan allerlei digitale oefeningen waar de leerlingen op kunnen gaan oefenen. En ook de natuurwetenschappelijke begrippen en processen verder inoefenen kan dus via die oefeningen. Verder is er differentiatiemateriaal en lesvideo's voorhanden op Polpo. Ook met QR-codes die in de boekjes staan, kunnen ze eigenlijk onmiddellijk naar die interessante filmpjes en lesvideo's. Ja, ik denk dat we de leerkrachten nu toch al een hele mooie inkijk hebben gegeven op wat Max Natuur en Max Ruimte te bieden hebben. Ik kan me wel inbeelden dat als die leerkrachten die dit allemaal gehoord hebben, dat ze misschien meer willen zien. Mm-hmm. Kan dat? En zo ja, uiteraard. Wat moeten ze doen? Wel, heel eenvoudig. U kan mij of mijn collega-adviseurs, afhankelijk van de regio, contacteren. En wij komen met heel veel plezier naar de school en brengen dan inkijkexemplaren mee. Op dat moment geven we graag een korte rondleiding op Polpo, doen we Polpo eens open. En ja, inderdaad. Dat klinkt alsof je een inktvis gaat opendoen. Bijna lijkt het zo. Ja. Heel ons aanbod aan materialen kunnen we dan laten zien. Mm-hmm. En nadien kunnen de leerkrachten die inkijkexemplaren ook houden en rustig verder inkijken en eventueel ook Polpo verder gaan verkennen. Oké. Heel eenvoudig dus, hè? Ja, een absoluut. Kind kan het wel eens doen. Ja. Beste leerkracht, ik hoop dat jullie geprikkeld zijn dankzij de uitleg van Nathalie om Max Ruimte en Max Natuur verder te verkennen. En hopelijk, wie weet, hebben jullie nu al de smaak te pakken om er volgend schooljaar meteen mee aan de slag te gaan.
Ik wens jullie er in elk geval heel veel succes mee en voor vandaag nog een hele fijne dag. Tot ziens!